Ja, en inmiddels is mijn volgende gast alweer aan tafel geschoven. Dat is een enthousiaste vrijwilliger in het Kazematten-museum op Kornwerderzand, Jetse Dam. Hallo. Welkom, hoi. Dank. Nou, durf ik deze vraag te stellen? Omdat ik aan een heleboel mensen ook heb gevraagd, weten jullie wat een kazemat is? En bijna iedereen zei, ik weet niet wat het is. Ik wist het namelijk ook niet. Nee, heel weinig mensen die weten wat het is. Het is heel simpel eigenlijk. Kazemat, dat is een bunker. Bunker, dat is... Het is het officiële Nederlandse woord voor bunker. Het is het Nederlandse woord voor bunker. Het komt oorspronkelijk uit het Spaans. Het komt van het Spaanse casa en mata. Ja. Casa is huis en mata is doodslaan. Huis om dood te slaan. Ja. Dus vandaar het Kazemattenmuseum. Ja. En wat is het Kazemattenmuseum? Dat zijn die bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Die zijn gebouwd in mei 1932. Ja. Om de toegang tot de Afsluitdijk te verdedigen. Het was de modernste verdedigingslinie van heel Nederland uit die tijd. Ja? En die bunkers, die kazematten, die zijn precies zo ingericht zoals ze vroeger ook waren. De slaapplaatsen zijn weer te zien, de keuken die is weer in werking. Ja. De telefooncentrale die doet het weer. En de wapens zijn op hun plek teruggebracht. En men kan dat dus bezichtigen? Ja, ja. Van binnen en van buiten. Ja. Wat is nou jouw vraag aan ons? Nou, het Kazemattenmuseum wil in mei van dit jaar een nieuw bezoekerscentrum openen. En in dat bezoekerscentrum willen we graag een overzichtstentoonstelling maken. Ja? En voor die tentoonstelling zijn we op zoek naar foto's, maar vooral ook naar videobeelden, filmbeelden van vroeger. Ja. Die hebben we helemaal niet. En dat willen we graag laten zien aan de bezoekers. Dat wil je bij die tentoonstelling betrekken? Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, op zoek dus naar oude foto's en filmmateriaal over de geschiedenis van Kornwerderzand. Midden in de Zuiderzee wordt in 1927 druk gewerkt aan de bouw van de Afsluitdijk. Deze nieuwe dijk moest een snellere verbinding tussen Noord-Holland en Friesland tot stand brengen. Gelijktijdig met de bouw van de Afsluitdijk werd ook begonnen met het bouwen van kazematten. Er kwamen op Kornwerderzand en Den Oever 17 betonnen verdedigingswerken die de veiligheid van Nederland moesten waarborgen. Piet Leijenaar herinnert zich die tijd nog als geen ander. U hebt hier echt gezeten in de kazematten, ja, hè? Ja, ik heb hier er 7 maanden in gewoond. 7 maanden? Ja, ongeveer. Ja. Mobilisatie en tot en met de oorlog staan. En had u nou ook een actieve functie hier? Moest u ook van binnenuit beschieten? Ik was mitrailleurschutter, dus die staat hier ook een zware mitrailleur. En dan moest hij dus om nou ja, zo'n tijd, en dan werd hij weer afgelost. En dan moest hij daar zijn en wachten. Mei 1940. Terwijl de rest van Nederland niet bestand bleek tegen de Duitse inval, wisten de soldaten in de kazematten op Kornwerderzand de aanvallen lange tijd af te houden. Ja, dat was dus de derde dag, denk ik, van de oorlog. Toen zijn de Duitsers begonnen te bombarderen en beschieten met kanonnen, maar met vliegtuigen, dus met de duikbommenwerpers die hier... En wat gebeurde hier dan? Dan werd alles hermetisch afgesloten? Ja, dan zag je waar je binnenkwam natuurlijk. Want hier binnen was, bleek wel gouden, liep je geen gevaar. Na de oorlog verloren de kazematten hun functie. En sinds 1982 zijn vrijwilligers bezig om de geschiedenis van deze bunkers levend te houden. En om dat zo goed mogelijk te doen, zoeken ze dus oud fotomateriaal van hun kazematten. Wellicht liggen hier op de kleine Alexanderkazerne in Den Haag nog historische foto's in een archief. Ik heb een aantal foto's van de meidagen. Ja? Meidagen 1940. Ja? En er zijn wat foto's van de bunkers na de oorlog, vlak na de oorlog, zoals we er toen uitzagen. Ja? Dus ik zal die foto's eventjes tevoorschijn halen voor je. En ja hoor, bingo. Okke Groot van de Koninklijke Landmacht heeft in zijn uitgebreide archief talloze foto's die het verhaal van de kazematten op Kornwerderzand kunnen illustreren. Jeetje. Voldoende materiaal dus voor prachtige tentoonstellingen. Deze Jetse Dam, die op zoek is eigenlijk, ja. Mag hij een keertje bij jou langskomen? Ja, die is van harte welkom. Ja. Ja, want dan kan hij zijn tentoonstelling natuurlijk enorm opfleuren. Dat is prima. Ja, nee, ik zie hem wel komen. Ik geef graag de boodschap door. Oké. Dankjewel.
Nou, bij deze geef ik de boodschap door. De foto's zijn er dus. Er is beeldmateriaal, ja, dus je kan aan de slag. Fantastisch. Nou, ja? Prachtig mooi. Ja, je zei net tijdens het filmpje zei je al dat je het wel bijzonder vond, hè? Dat bijzonder... Ja, ik heb zelf ook geprobeerd te zoeken en dat is een enorme klus. Het is overal verspreid en bijna niks kwam boven water. Dus maar misschien dat mensen thuis die kijken ook nog wat op zolder hebben liggen. Is allemaal welkom. Foto's of videobeelden, is altijd welkom. Oké, ik wens jou heel veel succes met de tentoonstelling en natuurlijk ook juist heel veel bezoekers. Ja, dankjewel. Succes.